De verbeelding, paviljoen De Verbeelding hier achter mij, is een paviljoen voor kunst en cultuur. En we werken ook vanuit het paviljoen voor alle scholen in Zeewolde. Dus er zijn verschillende poten. Het wordt beheerd door vrijwilligers. Er is een programmering, lezingen, muziek, van alles. Hi. Ben je alleen vanavond? Nee. Oh. We hebben bij het fonds aangevraagd de regeling voor om met name het bestuur, de infrastructuur en zeg maar de hele organisatie te versterken, maar ook te vernieuwen. En dat is ook eigenlijk heel hard nodig. We merken dat de lokale overheid zich een beetje terugtrekt. En we werken hier met vooral voornamelijk vrijwilligers. Maar we moeten echt een stap voorwaarts om ook de verbinding hier lokaal, maar ook provinciaal en regionaal te kunnen maken. En we zoeken ook een spin in het web die met fondsaanvragen en met gewoon slimme verbindingen ons verder helpt. Het hoeft niet altijd waterdicht te zijn, laten we maar merken, dan maar niet de sterkste. Wij verwachten met deze regeling dat we wat meer een koers kunnen uitzetten, dat we stabiliteit op de werkvloer kunnen creëren. Het enthousiasme is hier ontzettend groot. Maar als we praten over gewoon prachtige voorstellingen, maar ook de exposities die hier worden georganiseerd, dan zul je professionaliteit aan je organisatie moeten binden. En wij hopen dat dit een impuls kan zijn om daar een stap verder in te komen. Ik vind het ontzettend belangrijk en ik ben ontzettend blij dat de provincie ook het paviljoen De Verbeelding in het vizier heeft. Wij zijn een heel jong dorp, we bestaan 40 jaar. Dus je moet ook echt de handen ineens slaan om die voortgang tot stand te kunnen brengen.